Hij is volgens opiniepeilers de gedoodverfde winnaar van de Belgische verkiezingen aanstaande zondag. De Vlaamse nationalist Bart de Wever. Zijn boodschap? Een sterk, onafhankelijk Vlaanderen. En dat is wat wij ook willen beveiligen. Dat is onze 6 miljoen mensen op dat kleine lapje grond dat Vlaanderen is met onze cultuur en onze welvaart. Daar willen we gewoon de beste structuren aan geven. Maar speelt de Wever daarmee niet met vuur? En is het voortbestaan van België in gevaar? Ik vrees dat, maar misschien ben ik te somber en te hypochondrisch. Maar ik vrees dat België weliswaar zal verder blijven bestaan. Maar dan alleen Wallonië, met die plus, plus een deel van Brussel. En dat de Republiek Vlaanderen echt wel een feit wordt. Volgens schrijver en kolonist Tom Lanois komt die republiek er dus. Ofwel, België barst. Het klinkt dramatisch, maar volgens veel Belgen leven ze al jaren in een soort tweelandenland. Het onbegrip tussen de Franstalige Walen en de Nederlandstalige Vlamingen wordt alsmaar groter. Eigenlijk hebben we helemaal niets meer met elkaar. Klinkt het steeds luider? Ik ben het ermee mee eens. De vraag is, en dan moet je toch, vind ik, kunnen structureel willen zelfs praten: is dat een toeval? In mijn ogen niet. In mijn ogen is dat geconstrueerd. Grenzen zijn relatief geworden We bevrijd van verkeer, diensten en goederen. En dat is zeer, zeer goed. Maar tegelijkertijd maakt het, het ook belangrijk om uw eigen vierkante meter ook te verzorgen. Klare afspraken maken goede vrienden. En als je culturele grenzen opensmijt tussen een grote cultuur en een kleine cultuur, dan verdwijnt de kleine cultuur gewoon van de kaart. Ik zou nooit Bart de Wever vergelijken met, met Geert Wilders. Bart de Wever is iemand... Ik hou ervan om te discussiëren op de televisie of op de radio over kranteninterviews met Bart de Wever. Het is een intelligent mens, het is een historicus, hij heeft ontzettend veel humor, hij is snel. Je moet echt uh, bij de pinken zijn, het is, een, het is een aanwinst voor onze politiek. Alleen jammer dat hij bij die partij zit en, en die ideologie heeft. Natuurlijk is de breuk groter en de zitaal, dat is wel een, is wel een probleem. Maar dat is ook een probleem omdat men het er ook tegelijkertijd van maakt, dus het wordt vergroot alleszins, in plaats van dat men met, met, met maatregelen juist zou zeggen we zijn al met zo weinig in wereld verband, want dat is, mijn, dat is mijn instelling, misschien moet ik dat veel eerder vertellen. Ik ben Vlaming, ik sta daar ook op, ook als schrijver, ik sta in een traditie die te maken heeft met de Vlaamse beweging, die begonnen als, als een als een sociale beweging en een culturele beweging. Ik ben mee erfgenaam. Wat de helft van de Vlaamse journalisten al het bloed onder de nagels vandaan haalt, dat ik dit zeg, want ik sluit daarop aan: ik ben en ik wil dat ook zijn, Belg.